Hoi, welkom bij onze huiskamerversie van Saturnalia. Wij zijn de Vlierenfluiter, ik ben Eva en dat is Rijk. We weten eigenlijk helemaal niet hoe Romeinse muziek geklonken heeft. Wel kunnen we op afbeeldingen zien welk instrumentarium ze gebruikten. Op fresco's en mozaïeken zien we dat ze onder andere belletjes en schelletjes gebruikten. En we weten dat bij alle Romeinse ceremoniën een fluitist aanwezig was die geïmproviseerde muziek speelde. Romeinen speelden ook op twee fluiten tegelijk. De rietstengel werd gebruikt om fluiten te maken. Maar de Romeinen hadden ook al rietinstrumenten, zoals de voorlopers van onze moderne oboe en klarinet.